In deze tijd van beperkingen en bezuinigingen heeft u grootse plannen. Wij zorgen dat er veel meer bezoekers komen. En we gaan zorgen dat we meer oppervlakte krijgen. De gemeente helpt ons om in ieder geval de contacten te faciliteren om die panden tijdelijk, misschien half jaar, één jaar, in bezit te krijgen. Maar we hebben ook een sponsorwerkgroep opgericht die voortvarend te werk moet gaan om het bedrijfsleven van Almelo, waar het heel goed mee gaat, die zullen wij benaderen om sponsor te zijn van niet het Stadsmuseum, maar het Stedelijk Museum Almelo. En binnen welke termijn wilt u zo'n locatie realiseren? Ik heb de vrienden gevraagd in januari om met ons mee te denken en ons te helpen. En er zijn heel veel vrienden die hun jaarlijkse bijdrage al verhoogd of verdubbeld hebben. En daarnaast hebben we opgericht een club van 100 die via de fiscale aftrek van de periodieke schenking 5 jaar lang 100 euro geven aan het Stadsmuseum. Heeft de gemeente Almelo een groot bedrag, tonnen, gekregen van het Rijk om de cultuur in Almelo, die het zwaar heeft vanwege de beperkingen, te ondersteunen. We zijn in gesprek met de gemeente. We hebben ook een voorstel al neergelegd om uit die pot van bijna 500.000 ons deel te krijgen. Nou, zoveel gemiste kaartjes aan 4, 5, 6 euro per maand. Is dit geoormerkt geld overigens? Het is geld met de suggestie van het Rijk om de cultuursector in de gemeenten, in totaal was het iets van 150 miljoen vorig jaar, en dit jaar komt er weer zo'n soort bedrag, om dat door de gemeente zelf te laten besteden, maar de gemeente mag het rechtens ook in de algemene middelen stoppen. Wat hoopt u? Dat er echt een stedelijk museum Almelo komt, wat natuurlijk altijd de historie en het erfgoed van Almelo zal exposeren, maar daarnaast ook grote, aansprekende, voor het grote publiek aansprekende tentoonstellingen. Hoe gaat het met de tentoonstellingen in zo'n nieuw stedelijk museum? Ja, als stedelijk museum vind ik wat dat betreft dat het mooi is als je dan ook mensen van buiten aftrekt. En dat blijkt nu ook wel weer met die Barbie-tentoonstelling. Ja, daar krijgen we inderdaad 1000 bezoekers per maand mee. Als het niet corona was geweest, was het zeker 1500 per maand geweest. En dan kwamen mensen zelfs helemaal speciaal uit Noord-Holland, zelfs Zeeland, andere delen van Overijssel, helemaal speciaal voor de tentoonstelling hier naartoe. In hoeverre kunt u zich in zo'n nieuwe setting dan onderscheiden van Hof 88 bijvoorbeeld? Ja, van Indigo, de kunsthal. Ja, kijk, zij specialiseren zich heel erg op de schilderkunst en beeldhouwkunst. En ik wil eigenlijk breed gooien in tentoonstellingen met een bepaald thema. En dat kan zijn op gebied van design, mode, van alles nog. En wat ik hou graag juist van laagdrempelige thema's die een breed publiek aanspreken. Hoe groot schat u de kans in dat het Stadsmuseum Almelo wordt getransformeerd tot een stedelijk museum Almelo? Nou ja, wij zijn ambitieus, dus wij willen heel graag. En ik hoop gewoon toch dat de gemeente toch ergens een keer tot inzicht komt dat zij ons niet helemaal weg moeten bezuinigen. Want daar blijft natuurlijk het cruis. Kijk, je kan wel naar een grotere locatie willen, maar de exploitatie blijft natuurlijk dan een probleem. We zouden een veel grotere rol nog kunnen spelen voor kinderen. Creatiever, intelligenter worden, dat ze een andere visie krijgen, doordat ze eigenlijk met iets kennis maken wat ze van huis uit niet gewend zijn. En het heeft, wat ik ook altijd belangrijk vind, toch ook nog een mooi verhaal. Want daar gaat het vooral om. Wij zijn een museum wat de verhalen vertelt. Almelo is over een tijdje een cultureel pareltje rijker. Ja.